waar ben je dan al... Juri, waar ben je dan allergisch voor? Dat gaat ze diploma ophalen, haar diploma. Morgen. Ja, dus ze moeten nu nog even van genieten. Maar dan kun je een kaaspaltje niet aan. Jij wel. Echt wel. Ken je de film Attack of the Peanut Butter Tomatoes? Ja, de Killer Tomatoes. Ja, de Peanut Butter Killer Tomatoes. Maar dat is een parodie daarvan. Oh, die ken ik niet. Nee? Nee, bestaat ook niet. Hè. Dat gaan we maken. Ja. Ken je ook Revenge of the Killer Tomatoes of niet? Die is ook fijn. Ik ken de titel, maar ik heb ze niet gezien eigenlijk. Ik weet wel een stukje te herinneren dat ze in een of andere luchtballon zitten en dan... Nee. Ja, het zijn al die hilarische scènes dat je niet weet of een nepbloed of ketchup moet voorstellen. Ja, dat heb ik nog gezien. Okay, dat... In het voorjaar. Volgens mij staat het gewoon sowieso nergens op in de film. Dat is de hele grap van die film. Die keer dat je een rode voorstel ziet lopen, dat moet voorstellen dat iemand dood is en dat iemand een paar van de tomaten heeft kapot gedaan. Dus dan denk je eigenlijk, is hij dood? Oh nee, hij leeft weer. Nee, dat was het ketchup. Ik ben ook echt meteen niet zeggen. Voor katten? Ja. Niezen. En je voelt gewoon zeg maar, je longen houdt krimpen. Maar dan is gewoon op een gegeven moment denk je... Oh, maar 25% van mijn longen gebruikt. Lijkt me zo allergisch. Ja. Allergisch is wel. Dat heb je aan maken niet ook? Nee. Ja. Niet waar. Ze zijn sluw. Zie je de rode opnamelampje branden? Ja of nee? Ze zijn zo slim. Nou dan, ik druk die branden nog wel. Maar ik hou van katten, ik ben zo... Ah, ik heb dan tape. Die moet ik even met blokjes gaan bewerken. Als op YouTube komt. Kishan, waar ga je morgen heen? Hai, mijn laatste eiland! Morgen ga ik uit onderzoek. Oh ja. Zeg maar. Oh ja. En daarna? Casa Loca? Ik zat te dansen met zijn hond. Ik was... Met wie? Vanaf het moment dat ik geboren was, had die hond een hekel aan mij. Na het uitrusten. Na het uitrusten. Ja. Ja. Ik wist even dat we in voorhand hadden. Ja. En die, ze houden jullie hond 5 jaar. Dus. Ben jij de eerste... Ik denk dat het gesprek interessant is. Ik mag alleen maar spelen. Wat? Dus, zeg maar, aandacht. Dat gesprek is interessant. Ja, precies. Ja, maar dat is een gesprek, dus dit is een monoloog. Ja, dus dat doe ik zie. Ja. Jeugdtrauma. Zullen ze dat filmen? Nee. Ik zit even de blikten te meten. Nou, dat is interessant. Nee, opgestemd. Nee, maar gewoon. Stel je voor, je zit. Nee, je gaat ergens solliciteren. Ik heb het gehoord, maar. En je baas zoekt op je naam. Je klikt op allemaal YouTube-films. Ja, versie echt. Ja, wat voor YouTube-films je dit soort films. Ik vul al jullie namen in bij de keywords. Ja, precies. Voor en achternaam. Ja, alleen bij die van jouw auto, ja. Maar dat was een gaaf filmpje. Echt een gaaf filmpje. Ja, en het inschrijfformulier erbij. Ja, wie had die foto gemaakt? Wat had jij gemaakt? Je had toch... toen Bonnie zich had ingeschreven, had jij toch ook haar foto van haar gemaakt van haar inschrijfformulier? Ja, dat was het idee, want we hadden zeg maar allemaal foto's van nieuwe leden en dan wist niemand wie het eigenlijk waren. Dus dan maak je een foto van het inschrijfformulier en daarna een foto van haar. Okay. Dan weet je wie het is. Zijn jullie nou bestuur? Ken je eigen leden niet? Nee. Maar ken je leden? Wat op zo'n bordje wat we gebruikt hadden tijdens de... Dus juist de methode om ze leren te leren kennen. Tijdens de bestuurswissel, bijvoorbeeld. Ja, maar die wil ik meenemen, maar dat is er niet aan. Juri, heb jij nog een mooie spreuk om af te sluiten? Sorry. Ja, maar je kan ze toch ook gewoon leren kennen zonder trucjes?